Het bedrijfsleven moet inkomen als het gaat om ontwikkelingen rond de financiering van noodzakelijke investeringen om agrobosbouw, verkoop- en marketingactiviteiten verder te kunnen ontwikkelen. Dit zegt Sherida Mormon vandaag tijdens een seminar voor Financial Assessment Services voor Boven Suriname als economist. Het evenement is georganiseerd door de organisatie Tropenbos Suriname. Mormon zegt dat niet alleen de samenleving en niet-governementele organisaties moeten inkomen als het om de ontwikkelingen gaat. Maar hoe gaat het bedrijfsleven inkomen? En daar zijn een aantal methodes voor. Eén, dat u stapt naar het bedrijfsleven. Want vaak genoeg de maïde na elke nacht survival, net als de gemeenschap. Maar ook dat het bedrijfsleven die stap onderneemt. En er zijn er natuurlijk weer een aantal issues waarmee het bedrijfsleven moet, waar het bedrijfsleven naar zal kijken, net als de banken. De Maluku etiketering, de Maluku je liever op tijd, de Maluku naar de standaard. Waar er naar gekeken zal worden. En ook, er zijn hier banken en we weten dat die banken ook hun eigen doelen hebben en ook hun eigen. Mormon merkt verder op dat de banken ook hun eigen criteria zullen hebben. Consultant Leroy Jack geeft aan dat bij onderzoek onder andere is gebleken dat de belanghebbende partijen verwachten dat er rechtstreeks contact gemaakt kan worden met de financiële instanties. Basic boekhoudkundige kennis opdoen. Wat zijn de toekomstige ambities? Hoe aan de rechtmensen? Alle respondenten hebben aangegeven dat ze geen geld willen lenen voor consumptiedoeleinden, maar meer om hun waardingsverliezen zijn, dus hun economische activiteiten om dat op te voeren. Je praat over het aankoop van kleine machines, meer verwerkingsmachines. Ja, er is wel een verschil van wat de vrouwen willen en wat de mannen willen. De vrouwen is een zij gaan voor minder grote projecten en de mannen gaan meer voor grotere projecten. Jack zegt verder dat het gebleken is dat de inflaties door de economische situatie in het land ook verandering hebben gebracht in de bedragen waarop de investeerders mikken. Tropenbos Suriname en andere partners hebben agroproducenten in het boven Suriname gebied getraind in agroforestry technieken. Dit is in het verlengde van het Working Landscapes programma, welke de afgelopen tijd door de organisatie is georganiseerd.